Wij zijn hier met groep 6 en groep 4 bomen aan het planten in het kader van Bomenplantdag. Nou, er is eigenlijk elk jaar aandacht voor en dit jaar is het natuurlijk extra speciaal. En de kinderen leren op deze manier gewoon lekker buiten in de natuur bezig te zijn. Ook eens verder te denken van hoe komen die bomen eigenlijk hier en wat moet je daar eigenlijk allemaal voor doen. In Nederland zijn vandaag 100.000 kinderen druk om 200.000 bomen te planten. En voor de 62e keer al. Ik kan mezelf herinneren toen ik deze leeftijd had dat ik ook een boom geplant heb. Ik was toevallig vorig jaar in dat bos of dat park. En het is nu echt gewoon een gigantisch bos geworden. Wat ben je aan het doen? Nou, we zijn aan het scheppen en we zijn een boom aan het planten. En waarom zijn jullie een boom aan het planten? Om zuurstof en om de bomen die omgehakt zijn weer te planten. Je ziet ook, ze zijn druk aan het graven. Ze vinden allerlei beestjes in de grond. Het is gewoon geweldig leuk en het is leuk om een keer op een andere manier bezig te zijn dan alleen maar achter je boek en je tafel, maar je bent gewoon eens echt met je handen bezig. Wat staat er op het blaadje? Hier staat Paulusschool. En wat kunnen mensen dan zien? Dat Paulusschool die is geplant. Oké. En het is natuurlijk ook mooi dat we dat hier in het Van Heekpark doen. Ja. Van Heekpark bestaat dit jaar 100 jaar en er staan ook gewoon bomen die 100 jaar oud zijn. Dus wat dat betreft is het heel erg belangrijk en in onze natuur dragen bomen natuurlijk heel veel bij. En het is natuurlijk heel erg belangrijk dat wij de jeugd ook vanaf jongs af aan laten zien waarover het gaat met betrekking tot bomen. Dus het is hartstikke mooi dat scholen zich daarover inzetten.